Wij gaan namelijk proberen om binnen een uur zo vaak mogelijk van deze glijbaan af te gaan. Oké, let's go, nummertje 1. Elke keer een keer stoppen heb ik lang niet meer gedaan. Ik wil gewoon in de air. Gewoon hier ergens. Ja, duik erin. Hop. Auw. Ja? Ja. Hallo iedereen, leuk dat jullie kijken weer een gloednieuwe video van je favoriete Ginger. Vandaag heb ik het meest nutteloze idee ooit verzonnen en dat mag ook wel een keertje gedaan worden. Kijk. We zijn vandaag in het trampolinepark van Boas en Boas heeft natuurlijk deze geweldige glijbaan die iedereen leuk vindt. Hij is gemaakt, hij gaat nu een stuk harder. Vorige keer kwam hij hier in de airbag, nu kom je maar liefst daar in de airbag. Wacht, ik ga het voordoen. Wacht daar. Look at this, how fast is going. I go. Zie je? Hij gaat echt een stuk harder. Dit is het meest nutteloze idee wat je ooit gaat zien op YouTube. Wij gaan namelijk proberen om binnen een uur zo vaak mogelijk van deze glijbaan af te gaan. Alleen weten de andere jongens nog niet. Als jullie allemaal eventjes hier willen komen staan. Nee, dat is ook goed. Zijn jullie er klaar? Weten jullie al wat we gaan doen? Nog niet. Ik heb gehoord dat ik hier geld kon verdienen. Oh. Ik heb zojuist bier opgekotst. Nou, ik heb dus een ander idee. Eentje waar je dus geen geld mee kan, maar het is wel vrij nutteloos. Okay. We hebben hier de glijbaan van Boas. En wat wij gaan doen is, wij gaan binnen een uur zo vaak mogelijk van deze glijbaan afglijden. Hoe tof is dit idee? Dit is ook best origineel, toch? Niemand heeft het nog gedaan. Mijn doel was om dit 1000 keer te doen, maar dat gaan we denk ik niet redden, of wel? Ja, ik denk het wel. Ja, denk je 1000 keer? Hoe vaak kun je in 1 minuut gaan? Nou, ik denk echt niet. We zijn weer best wel wat mensen, hè? In 1 minuut zijn met z'n achten, zijn we. Dus 8 keer sowieso. 16 keer per minuut? 16 keer per minuut. Dan haal je net niet, denk ik. Net niet. Nee, dat haal je niet. Nou, laten we voor de 800, als we de 800 halen, dan mogen we trots zijn. Kijk, we hebben hier een ei, en dat is een app. En hier moet je 1 miljoen keer op drukken. Ik heb er 1 keer op gedrukt per ongeluk. Bij elke keer dat wij van de glijbaan af gaan, moet je op het eitje tikken. En uiteindelijk gaan we uitrekenen of we die 800 keer binnen een uur hebben gehaald. We gaan wel even een timer aanzetten. Oké, we zetten de timer aan. En dan telkens moet je aandrukken. Oh, wacht even. Tikken, Tim. En je mag niet dubbel tikken. Dan ben je gewoon kut. Ja? Dan hou je gewoon je bek op. 3, 2, 1, go! Oké, Tim. Ik heb getikt. Oké, let's go. Nummertje 1. Woehoe! Oh, Tim, tikken en dan gaan we voor nummertje 2. Holy shit, ouwe. Holy shit, ouwe. Ja, Larsie, nummertje 2. Oh, stop. Ja. Hoppa, nummertje 2. Jongens, we moeten iets meer tempo maken. Dit gaat niet snel genoeg. Yes, tempo, hoppa. Nummertje 3. Ja, nummertje 4. Gewoon, we moeten sneller. Je moet erin springen. Tikken en snel. En ja. Nice. Dit gaat snel. Hoppakee. Lekker. Yes. Op je camera eraf. Nee, niet op mijn camera. Jezus, ouwe. Hoppa. Lekker. Ik ga ook een keer. Tim, schiet op, jongens. We moeten sneller. Kom op, Timo! Nee, wacht, Tim! Kom op, Timo! Oké, 3, 2, 1, gaan! Let's go! Ik denk pas dat er niet doorheen! Oh shit! Ik zweer het je, dit matje gaat hard! Je moet hem helpen met het luisteren met het ding. Jammer. Mis. Sneller. Lars. Dat is een kak hier. Lars gaat nooit, hè. Daar komt Jesse. Geef mij dat matje. Wio. Ik moet zeggen, dit gaat al best wel goed. Ik ben nog wel kapot ook van een paar keer glijden. Kijk, mensen gaan nu al verkeerde weggetjes pakken. Dit mag dus niet. Let's go, Tim. Geef me een druk, dan gaat hij harder. Oh, lekker. In die doos? Ja. Oh, dat matje. Oh, Tim. Je gaat met je gezicht daar op dat randje komen. Oh! Ja! Tim! Wow! Ja!
keer. Nee, ben je gek? Ik doe nog een keer. Holy shit. Wow. Ja, let's go, in de doos. Wow. Holy shit. Ja, nee, nee, glijbaan. Je moet glijden. Dat telt dus niet. Rutger, ja. Op hoeveel staat de teller? 999.958. Dus we moeten vaker tikken. Oké. Okay. Nee. Oh. Let's go. Hoppa! Ja, dit is weer een beetje matig. Lars heeft niet gezien hoe ver ik net ging. Lars is zwaarder dan ik, toch? Lars, je moet op je buik, hè? Oh, hij gaat dood, hij gaat dood. Nu erin. Je zei het nog. Hij kwam met zijn gezicht op de gang. Holy shit! Je bent gewoon genomen door een airbagrand. Holy shit, dat matje gaat hard. Waarom ga jij niet? Ik moet filmen. Gaf! Ga staan op die mat. Wil jij filmen? Ja, ga niet! Die pizza is stom! Ik ben aan je kop. Wil je met z'n drieën? Ja. Ja, ik blijf... Dit gaat fout. Ik heb hier dus weer niet over nagedacht dat ik het met jullie ging doen. Dus jullie moeten natuurlijk even een duimpje omhoog doen. Jullie weten niet hoe zwaar het is. We zitten ook momenteel op de 100 keer. Dus we moeten nog 700 keer glijden voordat we ons getalletje hebben behaald. Ik weet ook niet eens of we dit gaan halen, want het gaat echt wel sloom. 3, 2, 1... Oh, fuck! Man, ik kan wel probeer jij het eens, of je hierop kan landen. Leg maar die pizza wel daar neer, voor als mijn kont. Ja, nee, dat is goed, dat is goed. Oké, we gaan nu kijken of Lars over de airbag heen kan springen. Dit kan ook alleen maar weer fout gaan. Oké, let's go, Lars! Ja, 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 ja! Oh, nee, nee, ja, dat was hem net niet. Zo! Oh, mijn klote ook! Oh, ja. Ja, zie je? Dus vanaf daarboven is dus geen slim plan. We moeten door. Hoeveel wil je er doen? Ja, 800 keer. Jongens, ik denk oprecht dat het zwarte matje te ver gaat. Nou, Tim, doe nog maar een keer dan. Ik denk oprecht dat het zwarte matje te ver gaat. Wacht, wacht, wacht. Tim, gauw. Boas, we hebben een top idee. Je moet zo komen. Oh, dit gaat weer fout. Ja, 3, 2, 1. Oh! Oh, maar niet! Godver, klap gewoon dubbel. Boas, we hebben uitgevonden hoe we jouw glijbaan ietsje sneller kunnen maken. Zwarte matjes. Je zeker moet dat zwarte matje even proberen. Dat dacht ik al. Het is aan jou de beurt om het even uit te testen. Het valt mee hoor. Je springt er zeg maar niet overheen. Precies op de rand, zeg je. Nee, nee, nee. Boas weet niet hoe hard dat matje gaat. Oh fuck! En je dacht dat die rode hard ging. Ja. What the fuck? Ik landde net oprecht zittend hier op de rand. Ik dacht, oh, het valt wel mee. En opeens ging hij veel sneller. Raakte je hem nou? Waar raakte je hem? Oh, dit gaat toch ook weer fout. We zijn helemaal niet meer bezig met het idee. Durf jij op je buik nog één keer? Heb ik ook gedaan, Lars gedaan? Ja, ik heb het ook al twee keer gedaan. Durf ik wel. Oh jongens, dit gaat fout. De helft heeft de glijbaan alweer verlaten, want we kunnen dit niet. Jongens, laten we afspreken bij de 7000 blauwe duimpjes omhoog. Gaan we kijken wie het langst kan blijven glijden. Oh, daar gaat Tim. Ah, deze viel mee, deze viel mee. Nog. Dus laat allemaal even een blauw duimpje omhoog achter. En we gaan ook even een nieuwe challenge doen. Als je een duimpje omhoog doet, moet je ook eventjes iets in de comments zetten. Maar jongens, even de veiligheid staat voorop, hè. Dit hebben we dus wel... Ik word maar één keer genomen door deze rand. Ze hebben hier nu een kleine ramp gebouwd. En we gaan even kijken of ze hierop kunnen landen en dan door kunnen glijden. Dat zou wel echt een top idee zijn. Je moet harder in die... Je moet er harder in springen. Ja. Moet meer snelheid. Let's go. Yes! Lekker! Nu gaan we kijken of we op het blok kunnen landen. Ja, is goed. Let's go! Heel kut alleen. Ja, nee, je kan het, Tim. Geloof even in jezelf. Kom op, man. Ja, tof. Doe je dat alleen? Ik heb geen idee of we ooit die 800 kunnen halen, maar we gaan gewoon door tot we die 800 halen. Schiet één keer op mij uit, Lars. Hey. Let's go eroverheen! Oh, die rand is hard.
Ja! Oh, lekker hoor. Oké, jongens, het is tijd om hier even een mooi kasteel te bouwen. Dus we gaan eventjes... Even een muurtje bouwen. Huis aan. De muur is bijna af en Jesse, jij mag er doorheen. Omdat je net niet zo goed weet. Mag je er bovenop liggen, toch? Ja, ga jij er bovenop? Ja, maar ik denk niet dat het gaat. Ik denk dat die blokken omvallen. Ja, dat denk ik ook. Maar Jesse mag er doorheen omdat hij net niet zo super veel kon. En nu mag je gewoon even goed doorheen. Je kan wel daar liggen. Zeg maar daarvoor, voor de schans. Dat is ook top. Ik ga op die glijbaan. Ik ga toch mijn voeten vooruit. Ja, dan heeft hij zeer, hè. Ik zie er toch al niet uit. Oké, dan gaat Jesse. Jongens, jullie gaan echt dood, hè? Twee, één. Waar zijn Timo en Lachs nou? Timo, ik bedoel Tim, waar zijn Timo en Lachs nou? Je kwam er ook echt op. Ik dacht, je gaat nog wel ver, maar... Ik dacht ook dat ik niet zo hard afgerend zou worden. Nou, nu moet je niet allemaal opruimen. Je hebt het helemaal gezien. Lachs.